blijkbaar was het jaar in jaar uit heel moeilijk om dezelfde formatie te behouden. En uiteindelijk stond ik er een beetje alleen voor. Toen dacht ik van, nou ja, dan maar met andere muziekvrienden, zeg maar. Nobody's deal, no one is gone. Got a twitch in your touch, you must be so, so young. You're moving on. Wel eerlijk gezegd wel een beetje zo teleurgesteld. Zo van ja, oké, is dit het dan? Weet je wel? En we hebben nog maar, wat was het, 6 jaar gespeeld. En valt de band weer uit elkaar. En ik ben natuurlijk altijd wel een jongen geweest die vanaf jongs af aan echt zoiets van, ik wil met een band het land in of Europa in of platen maken, echt met een band. En nog steeds heb ik dat gevoel heel sterk. Does it get there in June? It goes in so many ways. You're moving on, moving on, you're moving on. Ja, we hadden die Jam United avond gedaan in Tivoli. En toen bestonden we een soort van 5 jaar. En met alle oude bandleden erbij. En nou goed, het was, vond ik een hele mooie avond. En het was ook een letterlijk United. En, maar goed, toen. Daarna kwam wel een beetje het moment van ja, en hoe nu verder, zeg maar. En ik merkte gewoon aan mezelf dat ik iedere dag heel erg bezig was met dat ik zo graag dat creatieve proces weer wilde omarmen. En dat ik dat een beetje miste, zeg maar, door al het spelen en alle dingen eromheen. Maar ja, echt helemaal creatief te werk gaan en gewoon een half jaar in een nieuw materiaal duiken. Dat betekende ook voor mij eigenlijk gewoon sowieso een jaar niet spelen. En nou ja, dat was best wel een moeilijke keuze. Maar eigenlijk toen we het er, we hadden het er januari, februari over. Toen hadden die jongens eigenlijk wel zoiets van, ja, we voelen het niet meer helemaal. Show me your final touch. En Jeroen Kikkert, zeg maar, ook een goede vriend van mij. En die zei ook van, nou ja, volgens mij moet je het gewoon een keer zelf doen. Weet je wel, je hebt nu 3 bandplaten gemaakt. En je bent nu zo gevarieerd eigenlijk bezig. Ook gewoon in de benadering van liedjes. Maar misschien moet je het gewoon eens zelf doen. Ja, ik voelde het natuurlijk ook wel een beetje. Daar ga ik niet omheen draaien of zo. Ik merkte ook wel gewoon richting die United Show dat een soort van alles van mij afhing en dat ik een soort van de dienst moest uitmaken om iets op poten te krijgen. En dat kan op zich soms een voordeel zijn, maar ik miste wel in die zin een beetje de democratie in de band die we voorheen wel hadden en het samengevoel, zeg maar. Nou ja, dat gaven die andere jongens ook wel toe en daarom hadden zij denk ik ook zoiets van, nou, we kunnen er niet meer in staan zoals jij er nu in staat. Dus in eerste instantie was het een beetje een klap, maar uiteindelijk was het misschien een opluchting, omdat ik gewoon niet meer rekening hoefde te houden met anderen en dat er brood op de plank kwam voor de anderen, zeg maar. Nou ja, de moving on, dat lijkt me wel vrij duidelijk. Dat is ook natuurlijk dat ik gewoon mezelf een soort van over heen heb geholpen om gewoon mee verder te gaan. En dat ik het allerbelangrijkste wat ik vind om te doen is die muziek maken. It must have been a realization. It must have been out of time. It must have been a new creation. And I